Jij was heimwee gehad? Ik heb heimwee gehad, ja. Toen ik bij Inter speelde. Toen wilde ik terug na een maand. Toen heb ik Ajax opgebeld. Bij Inter. Oh ja? Ja, wilde ik terug naar, ik wilde terug naar huis. Ja, ik had echt heimwee. Na een maand, ik wilde mijn contract inleveren. En al die miljoenen. En wilde terug naar Amsterdam. Maar David Ent, die Inter-fan, die zei van blijf maar zitten, het komt wel goed. Maar ik had ook echt heimwee, ja. Maar ging het beter daarna of niet? Je hebt dan al die dieren aangeschaft, dat was die vrouw. Daarna ging het gewoon, want er ging elke keer op die kabel zitten. Ja. Doe die tiny combo. Ja. Nee. Lama's, alles, wat had je dan wel niet? Lama's, alles, hè. Ja, probeer het, camel toe hadden we ook, camel toes. Ja, dat vind jij mooi, hè? Ja, jij hebt wel eens heimwee gehad, Royston? Ja, voornamelijk in de jeugd van Feyenoord, toen we echt heel veel met toernooien weg waren. En ja, dan bleef het soms... Toernooien, heimwee? Ja, nee, we gingen weg met toernooi met Feyenoord, maar dan moesten we in pleeggezinnen en dat soort dingen. Maar hoe lang was je weg dan? Een week, soms een week? Twee weken. Ja, dat was, en had je al heimwee? Toen ik jong was, had ik echt veel heimwee. Nadat ik ouder werd, had ik mijn mama sowieso altijd bij me. Dus dat ging wat makkelijker. Oh ja, dat is wel makkelijk natuurlijk. Die ging maar ik moet zeggen... Je had je hele familie bij je in Madrid. Je had 28 familieleden bij je, toch? Iedereen zat daar. Iedereen kreeg Heimwee was niet nodig. Op het moment dat ik thuis was, dan was het altijd gelijk weer dat familiegevoel. Ja, daarna was wel alles op. Maar goed, je had het wel gezellig gehad natuurlijk. Dat hoorde er ook bij. Het was wel leuk natuurlijk. En nu heb je weer grote familie. 8 kinderen las ik in het NRC laatst. Ook dat. Ja, wat dat? 8 kinderen. Wie? Heb je 8 kinderen? Ja, dag. Ja, maak je even een tweeling, hè? Met dat ding van hem. Maar hier hou je het bij of zeg je nou, je weet het niet? Knoop zit er al in. Ja? Hele grote knoop? Hele grote knoop. Ja? Dat is best veel, 8 kinderen. Nee, serieus. Nee, serieus. Ja. Heb jij echt 8 kinderen? Nou, dat wist jij toch? Dat wist ik niet, man. Ik dacht dat ik oplopen was met 5. Heb jij daar 8? Feyenoord doet echt beter dan Ajax. Dat is waar. Ik ga vanavond een keer proberen weer thuis. Kun je even alle 8 namen van jouw kinderen opnoemen? Alle achternamen? Nee, de voornamen. Alle achternamen. Oh, alle voornamen. Jermaine. Jij zei achternamen. Of zei alle 8? Zijn alle 8 namen? Ja, heb je wel 5 vrouwen, joh. Ja. Dan kun je beter vragen. Jermaine. Lilay. Desley. Nayeli. Elamee. Raye. Zion. Zit op 7. Nog 1. Zit op 7. Welke heb ik niet opgeroepen dan? Ja, dat weet ik niet. Lastig, hè? Ja. Ik heb ze allemaal opgenoemd, toch? Nee, je hebt er 7 genoemd. Hoeveel zoons heb jij? 2. Oh, dat is mooi. Zion en Desley. Jamaili, Lilay. En dan heb je Nayeli, Elame, Rayetje. Dat zijn 5 meiden. Dat zijn de geregistreerden, zeg maar. Allemaal.